Iedereen eet wel eens graag aardappelen. Maar wist je dat aardappelplanten soms wel tot 18 keer bespoten moeten worden om ze gezond te houden? Dat komt omdat aardappelplanten snel ziek worden. Maar landbouwers moeten daarvoor hun hele veld met chemicaliën behandelen. Ook de plekken waar er eigenlijk geen ziekte is. Wat als we nu eens enkel chemicaliën toepassen, waar en wanneer het echt nodig is? Dan zouden we heel wat uitsparen, wat goed is voor het milieu en de landbouwers en portemonnee. Maar om enkel de zieke planten te behandelen, hebben we een kaart nodig die ons de weg wijst. Een kaart die ons toont waar we moeten spuiten en waar niet. In ons onderzoek ontdekten we dat een drone, die is uitgerust met een speciale camera, daarbij kon helpen. Die camera neemt foto's op zo'n hoge resolutie dat je er zelf insecten op kan herkennen. En dat in het infrarood, een kleur die niet zichtbaar is voor het menselijke oog. Want in het nabij-infrarood kan je beter zien of planten gezond of ziek zijn. Niet helemaal. Om de zieke planten op te sporen, moeten we op zoek gaan naar minuscule bruine vlekjes op de bladeren van de planten. Het moeilijke is nu om in deze zee van foto's snel patronen zoals die bruine vlekjes te vinden. In mijn onderzoek gebruik ik artificiële intelligentie, of AI, om de ziektes in kaart te brengen. Deze kaart sturen we dan naar de machine van de landbouwer. Zo weet de landbouwer veel beter welke planten ziek zijn en kan hij ze gericht behandelen. Goed voor het milieu, de landbouwers en voor ons.